Als kleine jongen zat ik thuis vaak achter de bank en diep in gedachten spannende boeken te lezen en te dromen over verre landen. Daarom was mijn eerste baan ook echt om mijn lijf geschreven, om als consultant wereldwijd, van Tokio naar San Francisco, bedrijven advies te geven hoe ze hun processen kunnen verbeteren. Het was daarbij een geweldige ervaring om samen met mijn gezin op verschillende plekken in de wereld te wonen en te werken. In 1997 veranderde God ons gezinsleven radicaal, toen hij mij door de woorden van de Bijbel riep om als zendeling te gaan werken onder de arme bevolking van Ecuador in Zuid-Amerika. Van 5-sterrenhotels en limousines naar de corruptie, verslaving, angst, armoede en modder van de sloppenwijk. Vanuit de opdracht van de Heere Jezus uit Lucas 9, volg mij, ga heen en verkondig het Koninkrijk van God. In de praktijk van elke dag betekende het rondlopen, contacten leggen, mensen bezoeken, naar hen luisteren, samen de Bijbel lezen, bidden en praktische hulp aanbieden. Medicijnen, voedsel, maar ook bijvoorbeeld mini-kredieten en training aanbieden om een klein bedrijfje te kunnen beginnen. Ook ontstond daaruit de zendingsgemeente Buenas Nuevas, wat het goede nieuws betekent, want dat is het. Op dit moment mag ik samen met een team van medewerkers, vrijwilligers en trainers betrokken zijn bij Net Foundation, om verder te gaan met het verkondigen van het Koninkrijk van God. Dat doen we samen met voorgangers, evangelisten en andere mensen in de wereldwijde kerk. We rusten hen toe en begeleiden hen om het goede nieuws van God met woorden en daden in Pakistan, Oeganda en Cuba en andere landen door te geven en zichtbaar te maken. Het betekent door de genade van God dat mensen een nieuw leven en een nieuwe toekomst krijgen. Van overleven en hard werken naar genade en vergeving. Van angst naar vertrouwen en vriendschap. Van armoede naar genoeg. Van verslaving naar vrijheid. Het is ons diep verlangen om hierdoor God te verheerlijken en te eren. They taught us how God seeking us to become, to come to Him. And the love shown us to come to save us. Ik wil ook jou uitnodigen om van dichtbij betrokken te zijn bij het Koninkrijk van God. Het is de mooiste plek die er bestaat. Jim Elliot, een zendeling die vermoord is door een Ecuadoraanse Indianenstam, die hij probeerde te bereiken met het evangelie, zei hierover het volgende. He is no fool who gives away what he cannot keep, to gain what he cannot lose. Hij is geen dwaas die weggeeft wat hij niet kan houden, om te winnen wat hij niet kan verliezen. Deel je leven met anderen, dan zal God het vermenigvuldigen. Dank je wel.